Oh, dat is wel lastig. Ik vind siervuurwerk vind ik wel mooi, denk ik, als dat blijft. Maar met knalvuurwerk ben ik zelf ook niet zo fan van. Maar ja, ik weet niet, siervuurwerk hoort er dan toch wel een beetje bij of zo. En die discussie wordt wel meer gevoerd in de dagen na Oud en Nieuw. Moet vuurwerk verboden worden? Een deel ervan of juist helemaal niet? Rotterdam en Apeldoorn besloten als eerste om een totaalverbod in te voeren. Als het aan de partijen GroenLinks, Student en Stad en Partij voor de Dieren ligt, wordt Groningen de volgende. Nou, de Partij voor de Dieren wil gewoon een einde aan alle vormen van vuurwerk. En de reden daarvoor is dat het eigenlijk alle vormen van vuurwerk zijn of heel slecht voor dieren en voor mensen, of ze zijn ontzettend slecht voor het milieu. Het leidt eigenlijk helemaal niet tot vreugde vuurwerk. Het knalvuurwerk leidt tot ontzettend veel stress voor honden en voor paarden. We weten van heel veel voorbeelden dat die dieren overlijden als gevolg van de stress. Dat ze echt spontaan een hartaanval of een hartstilstand krijgen als gevolg van knalvuurwerk. En als je kijkt naar siervuurwerk, dan leidt dat tot heel erg veel milieuverontreiniging. Tot zware metalen die in het milieu terechtkomen en ook heel veel plastics. Niet iedere partij pleit direct voor een totaalverbod. Sommigen willen eerst kijken of de problemen met een gedeeltelijk verbod op te lossen zijn. Momenteel vinden we dus dat er in de eerste plaats een verbod moet komen op knalvuurwerk en op siervuurwerk. Dat is ook wat de politie zegt, dat is ook wat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt. Daar moeten we nu eerst mee aan de slag, dat is de eerste stap. En als vervolgens blijkt dat er dus meer nodig is en het beste middel een totaalvuurwerkverbod is om ervoor te zorgen dat Oud en Nieuw een feestje voor iedereen is, dan is dat wat ons betreft wat nodig is. Daarnaast speelt de vraag, heeft het nut om een gemeentelijk verbod in te voeren als dit landelijk nog niet geldt? Ja, ik denk dat het vooral ook belangrijk is dat er een landelijk eenduidig beleid hierop komt. Dus ik denk dat het goed zou zijn als de landelijke politiek zich eenduidig uitspreekt voor wat nu nodig is. Want als allerlei steden of allerlei gemeenten apart beleid gaan voeren, wordt het denk ik heel ingewikkeld en heel moeilijk te handhaven. Dus het is vooral belangrijk volgens mij dat er een eenduidig signaal komt van wat we nu wel gaan doen en wat we niet gaan doen. Als je zegt we gaan alleen een verbod invoeren via vuurwerkvrije zones, hè, daar gaan we op handhaven, op een verbod in bepaalde gebieden. Ja, dan krijg je natuurlijk toch wel dat mensen denken van, oh ja, nou het mag niet hier in de buurt, nou dan gaan we daar naartoe met z'n allen en dan gaan we daar flink vuurwerk afsteken. En dan krijg je eigenlijk een soort intergemeentelijke vuurwerktoerisme. En dat krijg je natuurlijk ook wel een beetje tussen gemeentes op het moment dat het niet landelijk wordt verboden. Maar je moet ergens beginnen. Ja, voor mij mag er in principe wel een vuurwerkverbod komen. Ik koop het al jaren niet meer zelf en... Ja, al die schade is een beetje onnodig, vind ik. Ik denk gewoon een geheel verbod en gewoon vuurwerkshows waar ze ook al mee bezig zijn. Zowel voor de dieren, maar ook gewoon voor oude mensen en voor mezelf. Ik vind het mooi, maar het hoeft niet te blijven voor mij. Ja, er zijn zoveel dingen in de wereld waar dingen aan kapot gaan. Dus ja, met wat vuurwerk, als wij daar lol aan beleven. Ja, er zitten risico's aan vast, het is gevaarlijk. En als mensen er niet mee om kunnen gaan, dan maar niet, toch? Ja. Ga je zelf nog vuurwerk afsteken? Nee, daar ben ik al een tijdje geleden mee gestopt. Daar vond ik het vroeger heel leuk, maar ik ben daar al een hele tijd geleden mee gestopt hoor.